Welkom bij een nieuwe video over Barcelona. We hebben de grote schoonmaak al besproken. Nu gaan we de opbouw onder Ronald Koeman bespreken. Ronald Koeman heeft zijn verlanglijstje al ingeleverd bij de technische leiding. We hebben zelf ook even gekeken naar transferdoelwitten, een selectie gemaakt. En die gaan we nu eens even bespreken. Laten we achterin beginnen met Eric Garcia. Komt uit de Barcelona-opleiding. Op een gegeven moment vertrokken omdat hij te weinig perspectief zag in Catalonië. Toen naar Manchester City gegaan. Daar net eigenlijk voor het seizoeneinde doorgebroken onder Pep Guardiola. Heeft een contract tot 2021. Wordt al gelinkt aan Barcelona. Zie jij het gebeuren dat tot een snelle terugkeer komt? Hij wordt gelinkt aan Barcelona. Hij heeft zijn contract, zijn aflopende contract, zijn dit seizoen aflopende contract 2021 niet verlengd. En wil eigenlijk naar Barcelona. En een speler met een vertrekwens bij Guardiola is heel simpel. Vertrekwens aangeven. Ja. De club die hem wil hebben moet het bedrag op tafel leggen wat City wil hebben. En dan mag Eric Garcia weg. Dus het lijkt een kwestie van tijd en geld. Weet je, als het met Sané eigenlijk ging. Precies. Ja. Als je niet meer heilig in het project gelooft, dan daar is de deur. Maar Eric Garcia, 19 jaar. Hij speelde de laatste duels bij City in een driemans defensie in het midden. En Laporte de links ernaast en een derde speler er rechts naast. Dus belangrijk. Hij krijgt veel vertrouwen van Pep Guardiola. Dan heb je ook te maken met spelers die daar niet meer functioneren. Bijvoorbeeld Otamendi is natuurlijk een totaal andere speler dan Eric Garcia. Het is echt een voetballende verdediger. Iemand die nadenkt, iemand die zich breed maakt, iemand die zich aanbiedt. Iemand waarmee je het middenveld in kan spelen. Het is eigenlijk een middenvelder die achterin staat. En hij denkt ook als een middenvelder. Hij doet me een beetje denken aan Frenkie de Jong eigenlijk. Een soort verdedigende versie van Frenkie de Jong. Ook omdat hij zo compleet is. Ook als je naar hem kijkt, hij wordt geroemd om hoe intelligent hij is. Hoe hij over het voetbal nadenkt. Zo praat hij ook. Hè? Interessante interviews. En ja, fysiek inderdaad voor een verdediger, het is niet zo imposant. Nee. Maar hij is heel slim in het veld. Hij is vaak de situaties voor. Durft ook agressief naar voren te denken. Denkt aanvallend. Ja, maar je hebt toch dat hele verhaal klopt wat je zegt. Maar hij is toch klein en fysiek anders dan bijvoorbeeld Romelu Lukaku. Mm. Als Inter tegen Barcelona speelt en Lukaku. Nee, zeker. Dan heb je wel een probleem, want dan heb je Garcia gepaard aan Lukaku. Die gaat Lukaku gaat Garcia opzoeken. Dan heb je toch een probleem. Dus, dus als je met Eric Garcia gaat spelen, moet je eromheen wel snelheid organiseren en duelkracht. Want met twee Eric Garcia's achterin, dan is het net alsof de B1 van Barcelona komt opdagen. Dus het is wel een verdediger. Ja, hij is en jong en vrij onervaren in de Europese top. Hè. Hij heeft een paar wedstrijden meegedaan. Mm. En Pep Guardiola, net als met Phil Foden, had een heel traject voor hem uitgestippeld en uitgedacht. En die zou langzaam gebracht worden. Hij komt nu bij Barcelona terecht. Het is niet zo dat Eric Garcia alle problemen van Barcelona had oplossen. Precies. Hij heeft zich zo'n creatief kort laten zien natuurlijk. En interessant ook wel dat traject wat je beschrijft. Guardiola liet hem spelen tegen Liverpool onder andere. Tegen dat soort tegenstanders maakte hij zich eigenlijk geen zorgen over Garcia. Omdat hij wel wist, hij kan wel onder druk uitspelen. Neem bij Burnley uit, hield hij hem aan de kant. Ja. Want dan moet je het gevecht aan met de Chris Wood. Ja. En ja, het wordt natuurlijk wel lastig. Het is wel een groot talent. Hè? Dat is wel in de jeugdlichtingen van de Spaanse ploeg ook. Overal aanvoelen. Kapitaan, de aanvoerdersband om, intelligente gozer, iemand die zich in de kleedkamer hoorbaar maakt, die echt wel doorheeft wat er op het veld moet gebeuren en gebeurt, past echt bij Barcelona. Alleen had natuurlijk op een natuurlijke wijze bij Barcelona moeten doorbreken en niet op zijn 16e moeten vertrekken. Nou, dat heeft ook met Puyol te maken. Puyol was een zaakwaarnemer, waarschijnlijk is hij nog steeds een zaakwaarnemer, die heeft hem naar City gebracht. Had toen een beetje ruzie ook met de clubleiding. En daar werd hij toen een pion in. Ja. Maar normaal gesproken had deze jongen al een aantal keer op de plek van Piqué moeten spelen en langzaamaan dat elftal moeten ingroeien. Totdat hij beter is dan Piqué en er gewoon uitspeelt. Dan had je natuurlijk verloop gehad. Hij komt nu binnen en je gaat toch verwachten dat Eric Garcia nu meteen de achterin de boel gaat organiseren. Maar ja, dat moeten we nog maar gaan zien. Of hij zo goed is. Mm-hmm. En het lijkt mij veel te kort dag om wat de eerste paar maanden al van hem te verwachten. Dus het lijkt me wel een goede aankoop. Zeker als je hem voor een relatief goedkope prijs kan terugkopen. Want hij was eigenlijk van Barcelona. Ja, precies. En met een jaarcontract kun je natuurlijk
Ja, maar of deze zomer al, of de zomer daarna gratis. Maar... Ja, ik denk wel dat hij nu deze zomer zal komen. Dat Eric Garcia is de toekomst van Barcelona. En volgens de berichten heeft Koeman er ook op aangedrongen. Hè? Hij wil deze zomer al een nieuwe verdediger. Garcia is de man voor de toekomst. Laten we nu dan maar komen. Dan kan hij aan de hand van Piqué natuurlijk nog groeien. Dus deze aankoop begrijp ik. Mag ik op belletje drukken? Zeker. Kopen. Klasse. Ja. Hector Bellerin. Die, ja, daar kwam jij mee Ja, die heb ik genoemd. Ja. Nou, omdat Semedo eigenlijk onder vuur ligt. Daar hebben we het in een andere video ook al een tijdje over gehad. En ik vind Bellerin wel iets toevoegen in de Barcelona-selectie. Stel dat je Sergio Roberto zal blijven, want die is heel veelzijdig. Nou, stel dat dat je eerste rechtsback is op papier. Dan is Bellerin wel een back die iets heel anders biedt. Heel veel diepgang, heel veel snelheid. Doet wat dat betreft denken aan Semedo. Ik vind hem iets intelligenter in zijn spel. Heeft ook Barcelona-DNA. Net als Garcia eigenlijk op jonge leeftijd vanuit de opleiding naar Engeland gegaan. Is bij Arsenal een beetje in de problemen geraakt. Werd wel gezien als leidende speler in die selectie. Maar veel blessure geleed. Nu hebben ze daar Cedric Suárez gekocht. Ze hebben ook geld nodig, Arsenal. Dus relatief goedkoop te halen. Ik denk, ja, mochten ze willen doorselecteren Koeman daar en Semedo laten vertrekken, dan lijkt Hector Bellerin mij een prima optie. En heeft Barcelona dan ook concurrentie van onder andere Paris Saint-Germain, neem ik aan? Ja, bij Paris Saint-Germain is hij ook aangeboden. Dus ja, dat is wel een interessant spel waarbij vooral Bellerin straks en zijn zakenwaarnemer de winnaars zijn. Ja. Hoog salaris. Dus wel, ja, die spelers die allemaal nu een jaar contract hebben, die zijn allemaal bezig met zoveel mogelijk geld uit het... Ja. Uit de club laat je krijgen. En het is toch een coronacrisis. Spelers die 70% van hun salaris hebben ingeleverd. Mm. Is toch een vreemd... Ja, ik vind dat een vreemd spel. Want je zit te kijken naar spelers die een zo goed mogelijk contract willen hebben. En hun goed recht. En je hebt te maken met spelers die 70% ingeleverd hebben. Dan zal hij dat in het begin ook moeten doen als dat nog van kracht is. Ja, het zorgt maar, het kan verscheven gezichten zorgen natuurlijk. Maar het is een prima optie. Hector Bellerin is inderdaad een middenvelder die loopvermogen, diepgang... En ook aan de bal vrij technisch is. En dus dat past perfect bij Barcelona. Dus als die... Ik ben wel benieuwd, hoe kijk je eigenlijk naar Bellerin? Want hij kwam natuurlijk jong door, als groot talent. Met name die snelheid was sensationeel. Daarna veel blessures gehad. Maar is hij ook gestagneerd in jouw ogen? Is dit het, zeg maar? Of... Nou, voordat Arteta kwam, was ik hem ook een beetje kwijt, geblesseerd, weggevallen. Geen basisspeler meer, maar... Ik heb van Arteta begrepen dat hij intelligent is. Ja. Hij kent Arteta ook goed vanuit het verleden. Hij denkt ook heel veel na over het leven buiten het voetbal. Het is een jongen die intelligent is in die zin dat hij meer heeft dan voetbal. Dus hij is heel erg in de mode, met kleding bezig en dergelijke. Met milieu. Met milieu. Ja. Dus een jongen die breder ziet en kijkt en denkt dan alleen de bal. Maar dat heeft helemaal niks met voetbal te maken. Het is een prima speler. Alleen, wat jij zegt, gestagneerd en... Als groot talent doorgebroken. Maar ik zag hem de laatste tijd onder Arteta wel weer aardige dingen doen. Mm. En Arteta, dat is het goede trainer, want die gebruikt spelers op hun kwaliteit. Die laat spelers in hun kracht spelen. Dat geldt ook voor Hector Bellerin. Dat vind ik namelijk een speler die ergens moet komen. Yeah. Of gewoon de boel dicht houden en groepeert goed staan met de rest van de ploeg. Maar je ziet als hij... op snelheid ligt en in ruimtes kan duiken die open liggen, dan is hij wel... Precies. Het is minder vanuit stilstand, zoals Kimmich, dat zit niet in hem. Nee, het is absoluut geen Joshua Kimmich. Dat is een totaal andere speler. Het geldt, Trent Alexander-Arnold is ook een andere speler. Die kan vanuit de bal veel van invloed zijn met assist, met basis. Mm. Hector Bellerin is iemand die zijn eigen lichaam moet inzetten, die moet lopen. En ja, als Koeman dat wil hebben op die rechte flank... Dan is Bellerin inderdaad een prima optie. Dus ik denk dat hij meeschrijft. Ga je akkoord? Akkoord. Bellerin, gekocht. Goed. Kijk, gaan we naar de linkerflank. Gaia, linksback van Valencia. Ja. Nou, net als Jordi Alba, ook uit de jeugdopleiding van Los Che. Daar eigenlijk al een tijdje belangrijk. Misschien wel toe aan de volgende stap. Hè? Want bij Valencia is het als vanouds weer onrustig. Onrustig. De hele selectie staat te koop en is inmiddels bijna verkocht. Ja. Dus ik vraag me af. Onrustig is wel een understatement. Ja, en José Gaya. Spreek het goed uit? Mm-hmm. Gaya. 25 jaar. Een van de twee linkervleugelvelders in de nationale ploeg. Bernat en hij
Ja. Die speelde het afgelopen jaar in de nationale ploeg van Spanje. Luis Enrique heeft het niet zo met Jordi Alba. Ja, ze zijn Alba ook voorbij geschreven. Maar dat wil niet zeggen dat Gaia beter is dan Alba. Maar ik vind Gaia wel, hij is jonger. En het is ook een linksback die op de helft van een tegenstander aan de bal ook redelijk oké is. Ja. En die ook diepgang heeft, die ruiters in kan duiken. En als hij de ruimte in is gedoken, daar ook daarna met de bal iets goed kan doen. Hij is vrij technisch. Ja. En dat is echt een typische Spaanse linksback in de geest van Jordi Alba. Ja. Dus dat zou inderdaad een hele logische, een volstrekt normale aankoop zijn voor Barcelona. Hij past veel beter bij Barcelona dan Junior Firpo, die ook diepgang heeft, maar veel minder in de aan minder de bal, verfijnd. Minder verfijnd aan de bal. Ja. En dat is deze jongen wel. Dus als je Gaia haalt, heb je in ieder geval een linksback voor de komende jaren. En kun je ook Alba langzaam aan gaan vervangen. Ja. En heb je ook weer concurrentie op die plek. En bij Valencia is denk ik goedkoop winkelen nu. Goedkoop winkelen. En Gaia is ook wel, als je in de nationale ploeg zit. Bernat speelde Paris Saint-Germain. Gaia speelt bij Valencia. Hij is toe aan een stap omhoog. Ja. Hij is eigenlijk toe aan een topclub. Want ik vond Gaia afgelopen seizoen bij Valencia een van de uitblinkers. Hij speelde echt een aantal geweldige wedstrijden gespeeld. Waarin hij liet zien dat hij klaar is voor City, Barcelona, Juve. Noem al die clubs maar op. Daar is Gaia wel klaar voor. Ja, en Champions League was heel goed. Hè? Ja. Oké, dus Gaia zeg je... Oh, belletje, ja. Doen. Kopen. Gewoon, hoeveel moet je inleggen? 35 miljoen? 40? Ja, ik denk 30, 35. Nou, dan is hij verkocht. Gaan we nu naar een suggestie van jou. Camavinga. Oh ja, ik heb... De parel van het Franse voetbal. Ik heb hem zien invallen afgelopen weekend. En hij is natuurlijk als 16-jarige doorgebroken bij Stade Rennes. Ja. En Stade Rennes is gekwalificeerd voor de Champions League. En die gaan dit jaar Champions League spelen. Mm. En ik verheug me echt op deze speler. 17 jaar, Eduardo Camavinga. Verdedigende middenvelder, controleur. Zoveel rust en kalmte en macht aan de bal. Kan dribbelen, kan pasen. Ja. Heeft à la Kante in de gaten waar de bal gaat vallen en snoept hem dan zo van je voeten af. Ja. Hele complete middenvelden. En die Fransen hebben er weer eentje. Hij is heel compleet, hè? Want hij doet een beetje denken aan Kanté. Maar hij heeft ook iets van, wel, het spel verdelen van Busquets ook een beetje, hè? In zijn spel. Als ik één speler moet noemen, eigenlijk zou ik zeggen Vieira. Ja, hij is eigenlijk een kruising tussen Kanté, Vieira en Pogba. En het beste van die drie, dat is Verenigd Eduardo. Ja, dat is enorm veelbelovend. Ja. Dit is een, ik weet niet of ik hem... Ik denk wel dat ik hem in het elftal van de toekomst heb gezet een half jaar geleden. Van spelers die de komende 10 jaar het voetbal gaan, Europees voetbal gaan domineren. En ik begrijp Zinedine Zidane wel. Want Zidane wil hem natuurlijk naar Madrid halen als opvolger van Casemiro. Maar hij gaat de komende... Je hebt altijd wel de drie beste verdedigende middenvelders, drie beste linker aanvallers. Hij gaat tot de top drie behoren. Dit is een jongen die als je die neerzet als 6, gaat hij nog maar beter worden. En hij is nu al zo ongelooflijk goed. Mm. Als je Eduardo Camavinga koopt, dan heb je de komende 10 jaar echt een absolute topvoetballer. Ja, want Real Madrid wil hem ook, hè. Maar hoe zie je het bij Barcelona voor je? Met de dubbele 6? En dat maakt me helemaal niet uit. Gewoon binnenhalen en dan vanzelf zien. Nou ja, kijk, bij Stad Rennes speelt hij als controleur. Ja. Als 16-jarige al. Hè. Seedorf had het ook, dat hij als 16-jarige doorbrak bij Ajax. En dat je dacht van, hoe oud is hij? En ook nog in de as, hè, want een rechtsbackpositie of zo lijkt me makkelijker als jongeling. Ja, maar je gelooft gewoon niet dat hij 16 is. En hij is nu 17. En dan geloof je nog steeds niet dat hij 17 is. Want hij speelt als een 25-jarige. Ja. Dat hebben echt alleen de hele absolute topvoetballers. Dat je denkt, die hebben geen leeftijd. Die had ook 26 kunnen zijn. Zo ver al in zijn doen en denken. Dus als ik technisch directeur was, Erik Abidal, die natuurlijk de Franse markt goed kende. Hij is nu weg van Barcelona. Ja. Maar ik had me echt heel erg sterk gemaakt voor Eduardo Camavinga. En dan koppelen aan Frenkie de Jong. En dan hoef je dubbele 6. Dubbele 6. En dan was je bijna klaar. Dan had je alleen nog een spits moeten zoeken. En misschien een linksback, die we net besproken hebben. Dan ben je helemaal klaar. En de komende 10 jaar win je alle prijzen. Ja. Nou, Eduardo Camavinga. Ik wilde eigenlijk gewoon over Camavinga hebben. Ja. Los van hele Barcelona stuk. Dus ik hoop dat ze het niet uitknippen. Camavinga past overal. Ja, ik denk dat alle trainers in Europa, net zoals Frenkie de Jong natuurlijk, is natuurlijk ook mee geshopt. En Pep Guardiola wilde hem hebben, Tuchel wilde hem hebben. Mm. Uiteindelijk heeft hij voor zijn droomclub gekozen, Barcelona. Precies. Eduardo Camavinga, zelfde hype. Alle trainers wilden die hebben. Want pas bij iedere speelstijl eigenlijk. Ja, je moet je als trainer aanpassen aan zo'n talent. Mm. Ga je akkoord met je eigen aankoop? 140 miljoen kopen. Goed.
Donny van der Beek wordt natuurlijk genoemd, hè, ook vanwege de link met Koeman. En ja. Samengewerkt bij het Nederlandse elftal. Wel opvallend dat Manchester United, Real Madrid. En zodra hij het handtekening gezet en dacht daarna Van der Beek. Ja, dan zit er een kern van waarheid in, denk je? Nou, op zich vrij logisch, maar waar komt dat vandaan? Waarom, als Koeman trainer wordt van Barcelona, moet Van der Beek Barcelona? Ja. Het is natuurlijk ook wel een optelsommetje wat misschien makkelijk te maken is, omdat Barcelona al een tijdje naar diepgang vanaf het middenveld zoekt. Ja. Ze misten wel een beetje zo'n speler. Vanuit de comments op YouTube werd al vaak Kai Havertz naar voren geschoven. Nu in de media Van der Beek en Wijnaldum. Zie je het voor je, Van der Beek bij Barcelona? Ja, kijk, ik begrijp de interesse en ik begrijp ook de gedachtegang achter een interesse in een speler die diepgang heeft. Want Van der Beek en Wijnaldum zijn in die zin vergelijkbaar. Dat ze, we hebben gezien bij Wijnaldum bij Oranje wat zijn functie is. En datzelfde geldt voor Van der Beek bij Ajax. Dat zijn middenvelders die veel doelpunten kunnen maken. Die in de 16 komen en die een elftal of een verdediging uit elkaar kunnen trekken. Omdat ze loopacties maken. Kai Havertz is daar een voorbeeld van. Wijnaldum is daar een voorbeeld van. En Van der Beek is daar ook een voorbeeld van. En Barcelona heeft zo'n speler niet. Nee. Ze hebben allerlei spelers, maar niet een middenvelder met diepgang. Ze hebben heel veel middenvelders die, in de bal komen, die in de bal komen en goed zijn met die goed zijn in balbezit. Van der Beek is eigenlijk alles behalve goed in balbezit. Die is vooral goed zonder bal, wat hij best voor een middenveld ook goed druk kan zetten. Hè. Vanuit daar dat goed kan spelen. Hij doet me eigenlijk een beetje denken. Weet je, we hebben het over Thomas Müller is natuurlijk nu in de mode bij München. Maar Van der Beek zou die rol wel goed kunnen vervullen als een moderne tien, zoals Davy Klaas ook een moderne tien was. Heel goed zonder bal, maar ook nog. Maar goed de vraag is wel, Davy van der Beek wou ik zeggen, Donny van der Beek. Je gaat natuurlijk dan naar een absolute top toe, of maar niet, Real Madrid, United of Barcelona. En dat is net weer even sneller denken, sneller handelen. En die stap moet je wel kunnen zetten. Bij Everton is Davy Klaassen onder Koeman natuurlijk mislukt. Ja, klopt. En die is bij Werder Bremen op een andere manier nu belangrijk geworden. Iets meer van achteruit. Donny van der Beek en Barcelona zou ik voor Donny van der Beek prachtig vinden. Voor het Nederlands voetbal prachtig vinden. En voor onze kijkers, omdat we toch met een Nederlandse bril op kijken naar Barcelona. Maar of Donny van der Beek dit Barcelona bij de hand gaat nemen, dat moet ik nog maar zien. Dat weet je natuurlijk niet. En wat ik wel een belangrijk verschil. Hij is ook geen basisspeler in Oranje. Nee, klopt. Maar wat ik wel een belangrijk verschil vind, als je naar Barcelona kijkt de laatste jaren, met Vidal en Paulinho, probeerden ze eigenlijk die diepgang toe te voegen die ze misten. En als je die twee opstelde, die misten aan de bal wel die finesse. Hè? Dan had je direct zoiets als je keek van, oké, dit is niet echt een Barcelona middenveld. En met Van der Beek en Wijnaldum, die redden zich voetbal natuurlijk ook nog wel in de kleine ruimte. Hè? Die hebben wel een bepaalde basistechniek, ook vanuit de opleiding bij Feyenoord en Ajax natuurlijk. Ja, Paulinho was natuurlijk, die speelde tegen Argentinië en Messi vond Paulinho wel een nuttige speler. Ja. Dat vond gewoon vervelende jongen. Ja, zo'n dynamo. Hij bleef maar diep gaan en dacht, kunnen we die niet gebruiken? Ik denk niet dat hij dat over Donny van der Beek ooit heeft gezegd binnen de club. Maar Donny van der Beek is een aparte, het is een middenvelder, een aanvaller daartussenin. En hij scoort opvallend makkelijk. En ook in belangrijke wedstrijden natuurlijk. In het Champions League seizoen waarin hij zich heeft gepresenteerd aan Europa. Want daarin bewees hij wel wat je net zei. Ja. Van inderdaad, hoger niveau, hoger tempo. Ja. Daarom, dat is altijd afwachten hoe een speler dat niveau oppikt. En hoe hij dat zich eigen maakt. Bruno Fernandes komt binnen bij United. En het staat er meteen. Of Donny van der Beek dat heeft, dat weet ik niet. Maar het is wel iemand die past in de gedachtegang. Dus we hebben loopvermogen nodig, diepgang nodig. We hebben doelpunten ook vanaf het middenveld. Want dat is er absoluut niet. Doelpunten komen van de aanvallers. En de middenvelders als ze op doel schieten, is dat al winst. Dan wordt het al als een soort van winst gezien bij Barcelona. Dus je hebt echt wel een middenvelder nodig die in de 16 kan komen. Die een verdediging een beetje uit elkaar kan trekken. Die met slimme loopacties ruimte kan maken voor anderen. Want anders is het te statisch. En ze hebben minder vaste spelers nodig. Ze hebben meer dynamische spelers nodig. En dan past Donny van der Beek perfect in het verhaal. Dus, en Wijnaldum ook trouwens. Ja, middenveld die inderdaad ook aan dat profiel voldoet. Hè?
Wijnaldum. Is denk ik meer dan een oplossing voor de korte termijnen. Natuurlijk ook ouder. Bij Liverpool, contractsituatie. Contract loopt af. Is nog de vraag van, gaat hij bijtekenen of wil hij een keer een nieuw avontuur? Ja. Wat dat betreft, als je een nieuw avontuur zoekt... Hè, je wil die Spaanse voetbalcultuur nog een keer ervaren. Ja. Zit wel een buitenkantje hè, bij een bekende trainer. Je kunt het van twee kanten bekijken. Vanuit Koeman, die hem kent en die weet wat hij aan hem heeft. En hij heeft zo'n speler nodig. En hij is relatief goedkoop in die zin dat hij nog een jaar contract heeft. En vanuit Wijnaldum bekeken. Je bent kampioen geworden met Liverpool. Je hebt de Champions League gewonnen met Liverpool. Je hebt Klopp als trainer meegemaakt. Hij heeft bij Liverpool niets meer te bewijzen. En Barcelona... is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk een geweldige club om vanaf je 29e, 30e nog een aantal jaar in de absolute top in Spanje en andere competities te voetballen. Dus vanuit Wijnaldum zou ik zo'n transfer heel erg goed begrijpen. Ook al zit hij nu bij een van de beste clubs ter wereld. Ja, het is ook maar de vraag opbouw. Het is ook maar de vraag hoe het middenveld van Liverpool eruit gaat zien natuurlijk. Als Thiago komt, het wordt daar wel drukker. Ja. Fabinho, die natuurlijk heel belangrijk is. Ja. Defensief, Henderson als captain. Ja. Ja, als Thiago wordt vastgelegd, ga je toch de vraag krijgen, en Wijnaldum dan? En nou heb je wel meer dan een aantal middenvelders nodig om een heel seizoen, maar je wilt toch basisspeler zijn? Ja. En Fabinho en Henderson zijn wel redelijk zeker van hun plek. En Wijnaldum natuurlijk ook, maar als Thiago erbij komt... Is hij toch een meest logische slachtoffer? Misschien. Ja. Dat hij dan minder gaat spelen. Ja. En bij Barcelona zal hij ook niet alles spelen. Maar het is een geweldig avontuur. Dus de interesse van Koeman in Wijnaldum begrijp ik. De interesse van Wijnaldum in Barcelona begrijp ik. En Barcelona, Koeman heeft natuurlijk wel geëist dat hij iets te zeggen heeft over nieuwe spelers. Omdat hij zijn elftal op zijn manier wil inrichten. Omdat hij moet daar voor vernieuwing zorgen. Dan heb je ook spelers nodig die waarmee je op een andere manier kan voetballen. En dat kan met Van der Beek en zeker met Wijnaldum ook. Is het gevaarlijk om een Nederlands groepje te creëren bij Barcelona? Natuurlijk is het gevaarlijk. Ja, als je met 8 Nederlanders gaat voetballen is dat gevaarlijk. Maar... je hebt nu niet zoveel Nederlands daar rondlopen. Ja, de technische staf en Frenkie de Jong. In het tweede elftal Ludovic Reis natuurlijk. Ja. Maar Wijnaldum is natuurlijk ook gewoon een basisspeler bij Liverpool. Dus je haalt bij Liverpool een basisspeler weg. Dat is ook prima uit te leggen. Het is prima uit te leggen, ja. Gaan we door? Wijnaldum en Van der Beek passen allebei, hè, vind je? Ja. Okay. Lautaro Martinez, de man die al heel lang gelinkt wordt aan Barcelona. Hè, moet een nieuwe spits worden. Het is wel een dure jongen. En Barcelona heeft niet heel veel geld. Dus het wordt zoeken naar een creatieve deal met Inter als ze hem snel willen halen. Ja. Wat ik me wel een beetje afvraag bij Lautaro Martinez. Hij wordt dan gepresenteerd als opvolger van Luis Suarez. Ja. Suarez is meer een pure negen. Ja. Hij is ook een jongen die er wel, weet je, zoals Griezmann, ook een schaduwspits kan zijn. Tenminste, zo speelt hij bij Inter geregeld. Ja, hij was. Ik heb de verhaal gemaakt over Lautaro Martinez. Ik heb me erin verdiept, dus ik weet precies... wat trainers over hem hebben gezegd. Conte heeft beelden bekeken van Lautaro Martinez. Vond het geen echte negen. Maar ook wel weer een echte negen. Maar hij vond het eigenlijk ook een spelmaker. Omdat hij die twee rollen een beetje combineert. Het is maar net hoe je hem gebruikt. Want hij is natuurlijk wel in de 16 vrij goed. Hij kan heel goed koppen. Hij is niet zo lang. Onder de 1,80. Goede timing. Maar hij heeft een geweldige timing. Hij heeft tot zijn 15e gebasketbald. En daar heeft hij een bepaalde... Net als Luc de Jong heeft... tot zijn 15e geloof ik, of langer nog, volleybald. Ja. En dat zie je toch terug in zijn timing, zijn sprongkracht en zijn airtime. Luc de Jong kan blijven hangen en dan kijken, verhaal schrijven en dan een bal inkoppen. Dat heeft Lautaro Martinez ook geweldig koppen voor iemand van die geringe lengte. Dus je hebt iemand die in de 16 goed kan koppen. Dat is gewoon belangrijk tegenwoordig. Hij heeft snelheid, hij heeft diepgang. Hij kan in combinatie met iemand goed spelen. Bij Argentinië speelt hij... vaak in combinatie met Messi. Hè? Messi en Lautaro voorin of Messi erachter. En dan Aguero en Lautaro gecombineerd. En welk gevoel voor de ruimte? Dat is gevoel voor ruimte. Ja. Dat heeft hij ook heel goed. En natuurlijk als basketballer heb je dat ook nodig. Want als je nou als de NBA kijkt. En dat veel voetballers kijken dat. Messi onder andere ook. Guardiola ook. Daar zijn ruimtes heel belangrijk. Wanneer kom je onder de ring? Wanneer... die beweegt, die komt vrij. Ja, precies. En dat heeft Lautaro goed in de gaten. Dus een intelligente jongen, intelligente speler. Dus daar kun je als trainer, daar kun je wel mee aan de slag. Daar kun je wel je speelwijze op aanpassen. Daar kun je verschillende kanten mee op gaan. Dus met één speler haal je eigenlijk twee spelers. Ja. Dat is wat Antonio Conte over Lautaro heeft gezegd. Dat je met hem meerdere kanten op kan. Dat is natuurlijk wel een interessante speler. Hij is alleen heel duur. 111 miljoen. Hoe jij hem beschrijft qua gevoel voor ruimtes. Het klinkt ook wel een beetje als Griezmann. Ja. Is het veel van hetzelfde of niet?
Ja, dat zei Griezmann is natuurlijk ook geen link. Het is geen Neymar. Mm. En het is ook geen Messi, Griezmann. Dat is een, ja, is ook zo'n spits die er tussenin zit. Die, ja, dat heet tussen de linies. Hè? Hij kan heel. Je hebt spelers, Kai Havertz heeft het ook, die zijn altijd vrij. Omdat ze heel goed zijn in het tussen verdedigers bewegen. En allebei die verdedigers het gevoel geven. Ja. Dat ze dat in de zone bij de ander staan. Ja, dat hij in de zone bij de ander staat. Maar hij staat eigenlijk net niet in de zone van allebei. Ja. Dus staat hij altijd vrij. Dat heeft Griezmann. Daar ligt zijn grote kracht. Bij Frankrijk ook. Dat je hem dan wel als verdediger wil bespelen. Maar je denkt, ja, hij staat eigenlijk dichter bij de linker centrale verdediger. Ja. Dus hij is voor hem. En die andere denkt precies hetzelfde. Ja, dat zijn listige voetballers. En die listigheid is bij Van Griezmann is helemaal niet benut bij Barcelona. Want aan de linkerkant heeft hij geen listigheid meer. Want dan staat hij aan de linkerkant. Ja. Dat is heel simpel. Er staat een speler aan de linkerkant. Hij moet dus die twee centrumverdedigers aan de zes gaan staan. Ja, daarmee spelen. Dus je kunt ook denken aan een combinatie. Griezmann, Lautaro. Er zijn allerlei combinaties mogelijk. Het maar net wat je eromheen organiseert. Of je daar een Wijnaldum of een Van de Beek bij hebt lopen die erbij kan komen. Mm. En een back, Gaia bijvoorbeeld. We hebben nu een aantal spelers genoemd die er overheen kan gaan en daarvoor breedte zorgt. Denk je dat dat nog een. Bij Barcelona was natuurlijk 4-3 was lang heilig, hè, met de buitenspelers. Daar is de laatste jaren al steeds meer van afgestapt. Voor verder speelde vaak 4-4-2. Setién was flink aan puzzelen. Denk je dat Koeman problemen zou opleveren als hij voor een systeem kiest zonder vleugels? Nee, maar Koeman heeft natuurlijk al bij Oranje laten zien dat hij altijd denkt in. Hoe word ik als elftal minder kwetsbaar? Dus hoe geen doelpunten weggeven? Mm. Nou, daar is hij natuurlijk bij Oranje op een bepaalde manier mee begonnen. En dat is langzaam uitgebouwd naar het elftal wat hij, het systeem wat hij met Oranje speelde. Dus dat is gebaseerd op de spelers. Mm. Dus hij zal gaan kijken, wat heb ik voor handen? Wat heb ik nodig? En hij zal zijn elftal aanpassen op de kwaliteiten. Dus aanpassen op Frenkie de Jong. Aanpassen op Griezmann. Aanpassen op eventueel als Lautaro Martinez binnen is. Aanpassen op Lautaro. Dat vind ik eerlijk gezegd wel logisch. Mm-hmm. Je kunt wel, stel je voor dat Holger Schmid, Roger Schmid. Wie is Holger Schmid eigenlijk? Roger Schmid. Misschien de broer? Ja, de broer van Roger Schmid. Stel je voor dat Roger Schmid trainer was geworden van Barcelona. Ja, dat had dan wel een probleem geweest. Want dan heb je deze spelers en dan wil je 4-2-2-2 spelen. Misschien kan het wel, als je het creatief invult. Ja. Maar Koeman is totaal niet zo, hè? Nee, die kijkt gewoon, wat is de kracht van Griezmann? Nou, die wil ik gaan benutten of niet. Mm. Wat is de kracht van Messi? Ja, en daar moet je dan een elftal mee gaan verzinnen. En dat lijkt me hartstikke leuk met deze spelers. Want het is een geweldige spelersgroep. Ja, want laten we ervan uitgaan dat Suárez vertrekt uit die spelersgroep. Ja. Ze hebben het geld voor nieuwe spits. Er moet een nieuwe spits komen. Zou je de licht op groen zetten voor Lautaro Martinez? Denk ik wel, want Pep Guardiola, City zit ook achter hem aan. Mm. Dat wil niet zeggen Pep Guardiola, want misschien blijft hij nog maar een jaar. Maar City zit ook achter hem aan als opvolg van Agüero. En als je nu de spitsen gaat bekijken in Europa. Mbappé heb je. Yeah. Je hebt Haaland. Je hebt Luka Jovic bij Real Madrid. Die ook als grote belofte werd binnengehaald. Problemen heeft, hè? Problemen heeft. Ja. Maar Haaland, Mbappé, en zo zijn er nog een aantal spitsen met talent. En Lautaro Martinez hoort daar ook bij dat rijtje van onder de 23, of hij is 23 net geworden. Dat zijn wel de toekomstige spitsen. Want Agüero wordt ouder, Suárez wordt ouder. Dus die clubs moeten vooruit. En Lautaro Martinez kan zomaar de komende 8-9 jaar een van de belangrijkste spits van Europa worden. Ja, daar moet je wel op tijd bij zijn. Want als je hem niet hebt, als City hem vastlegt, heb jij hem in ieder geval niet. Je kunt een rijtje gaan maken van de beste spitsen op dit moment. Ja. De top 10 van de beste spitsen onder de 25. Ja, daar staat Lautaro Martinez bij. En de spitsen sterven een beetje uit. Je hebt Lewandowski bij München. Maar je hebt natuurlijk wel de komende 5, 6, 7 jaar een spits nodig. Mm-hmm. Die er veel gaat maken. En Barcelona gokt op Lautaro Martinez. En het City is ook bereid te gokken op Lautaro Martinez. Dus hij zal er vast wel iets van kunnen. Zegt wel iets. Ja. Ligt op groen of niet? 111 miljoen euro. Afgetikt. Verkocht, ja. Kijk,